Thank you.
Van de Milano Kunst Voetbalschool. En ja, zoals je ziet
zijn ze er best wel met grote getalen op afgekomen. En ja, het is een start van iets moois hopelijk. Is het een leuke club als je zit? Het is gewoon een volksclub. Het is een thuisclub voor iedereen. Ja? Alle kleuren, geuren, alles past erin. Voelen mensen zich ook thuis hier? Jazeker. En voelt u zich thuis? Heel zeker, want ik heb hier gevoetbald toen ik klein was. En al mijn broers ook. Al mijn broers hebben hier gevoetbald en die zijn nou trainers. Ik geef ook af en toe les. Oké. En woont u nog hier in de buurt ook? Ik zit nu in de Staatslieden, in een andere volksbuurt. Oké, Staatslieden. Daar woon ik ook. Ja, ja, leuk toch? Ja, dat is echt mijn buurtje hoor. En hoe lang ben je al een lid van de club? Ik denk mijn hele leven onderhand. Ah, ja. Toch wel, ja. Ik was er even tussenuit. Je krijgt kinderen, gezinnetje en alles. Nou, dan krijg je een zoon, die wil graag gaan voetballen en dan kom je weer terug. Wat is het doel van de voetbalschool? Nou, het doel van de voetbalschool is om de kinderen zeg maar wijs te maken of te leren wat profvoetbal vraagt. Het is meer dan alleen tegen een balletje trappen. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe leef je buiten het voetbal, doe je je best op school. Het is natuurlijk, voetbal is natuurlijk niet de hoofdreden in een kinds leven. Het is natuurlijk ook belangrijk dat een kind zijn best doet op school. En daarin willen wij ook de kinderen zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Natuurlijk is het ook gewoon zaak dat we de kinderen ook buiten het voetbal bijbrengen wat de normen en waarden zijn. Voetbalschool is leuk. Kinderen houden van voetbal, ze vinden het leuk om te voetballen. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat voetbal de hoofddoel in een kinds leven wordt. Dat zou denk ik niet reëel zijn. Kinderen moeten ook weten dat ze hun best op school moeten doen en wat er buiten het voetbal gevraagd wordt. En daarin wil ik ze heel graag helpen. Turn.